Welkom bij deze tweede sessie van de lezingreeks over waarheid. Vandaag ga ik spreken over het complot van de waarheid, over instituties, consensus en scepticisme. Nu, ik heb het geluk dus dat vorige week professor Van Dijk al veel over expertise en instituten heeft gezegd, en consensus en dergelijke meer. Ik ga daar dus van profiteren om mij misschien vandaag voornamelijk toe te leggen op het probleem van complotten. Wat is een complottheorie? Hoe moeten we daar naar kijken? Maar nu, voor ik daarmee van start ga, laat mij beginnen met een bekentenis. Ik ben ook grote fan van science fiction. En een van de grote science fiction schrijvers is de Poolse auteur Stanislaw Lem. Misschien wel bij jullie bekend, omwille van het voorbeeld het boek van Solaris, dat ook verfilmd is. Maar een van zijn kleinere boekjes dat ik vandaag wil aanhalen heet Qatar in het Pools. Het vertaalde in het Nederlands zelfs als een keten van kansen. En dat gaat ogenschijnlijk over iets heel alledaags, iets heel verwachts in dat soort boeken. Namelijk, de hoofdpersonage moet een aantal sterfgevallen onderzoeken. Er zijn een aantal mensen gestorven in Napelse kuuroorden. En de vraag is, hoe zit dat daar? Nu, je denkt, het is een heel normaal detectieve roman dat je hier hebt. Maar, en dat is een beetje de clue ook van het boek, wat Lem precies in dat boek wil verkennen, of waar hij tegen draad wil zijn. Het grote probleem is niet zozeer de vraag wie is de dader, wie heeft de moorden gepleegd, maar de vraag, zijn er überhaupt moorden gepleegd? Is het niet gewoon toeval? Beelden wij ons niet een complot in dat er eigenlijk niet bestaat? Dus Lem speelt eigenlijk met een aantal verwachtingen van het detectieve genre, namelijk de typische verwachting die we hebben dat er inderdaad altijd intenties achter gebeurtenissen zitten, dat er altijd complotten aan het spel zijn enzovoort. Op een gegeven moment zegt ook een van de personages bijvoorbeeld volgende: wel, u bent aan een andere taal gewend, is het niet. U heeft meer te maken met mensen die in een politiestijl denken. Die stijl is goed uitgewerkt voor opsporen van misdadigers, maar niet voor het beantwoorden van de vraag of de misdadiger eigenlijk wel bestaat. En dus Lem roept bij ons hier al die vraag op, waarom is het eigenlijk zo dat wij in een detectieve roman het normaal vinden dat er complotten altijd aan de gang zijn, sterker nog zelfs verwachten en eisen dat er perfecte complotten zijn. Want denk bijvoorbeeld, als er losse eindjes zijn in een boek, dan appreciëren wij dat niet en dan zeggen we dat is een slecht boek, het zat niet goed in elkaar enzovoort. Maar eens, bij wijze van spreken, uit die fictiestappen en gelijkaardige verklaringen op een gelijkaardige manier naar de maatschappij kijken, dan wordt zo'n complotverklaring plots niet meer de verwachting, maar juist iets problematisch, iets verkeerd, iets irrationeel enzovoort. Hoe zit dat? Waarom is het in het ene geval wel in orde en in het andere geval eigenlijk plots, als we het op de maatschappij toepassen, heel vreemd en problematisch? Dat is een beetje ook de vraag die ik vandaag wat wil verkennen. Complottheorieën kennen jullie uiteraard wel allemaal als fenomeen. Er zijn een aantal heel bekende complottheorieën nu, uiteraard ook met corona en de coronavaccins. Is het virus echt? Is het gemaakt in een labo? Zijn de vaccins schadelijk? Wat zit er allemaal in? Enzovoort. Dat soort vreemde opvattingen die nu ontstaan. Maar denk historisch zeker ook aan voorbeelden. Jullie herkennen waarschijnlijk de foto al. Dus de moord op John F. Kennedy, waar allerlei complottheorieën over bestaan. Is dat CIA ervoor iets tussen? Enzovoort. Hetzelfde met de maanlanding. Was er überhaupt een maanlanding? Is dat niet in scène gezet? En dergelijke meer. En uiteraard, een van de voornaamste onderwerpen van complottheorieën zijn de aanslagen van 9-11 in 2001 op de WTC-torens in de Verenigde Staten. En ook daar zelden vragen van, wist de Amerikaanse overheid hiervan? Waren het misschien zelfs explosieven in de torens en dergelijke meer? Eindeloze complottheorieën in allerlei varianten bestaan over die onderwerpen. Het zijn dat soort voorbeelden waar jullie vandaag ook aan moeten denken wanneer ik het heb over complottheorie. Nu, laten we beginnen met twee voetnoten te plaatsen voor we van start gaan bij die term van een complottheorie en dat fenomeen van een complottheorie. En een eerste voetnoot is over de rol waarop complottheorieën aan bod komen in dit soort vreemde opvattingen. Namelijk, je kan zeggen, ideaal typisch is er een onderscheid tussen de complottheorie die als kernhypothese naar voren komt en complottheorieën die als hulphypotheses naar voren komen. En ik verwijs hier naar een bekend inzicht uit de wetenschapsfilosofie, namelijk ook daar in wetenschappelijke theorieën is het zo,
dat een hypothese, een stelling, nooit op zichzelf staat. Maar, en dat is de metafoor hier een beetje, het is eigenlijk altijd een web van opvattingen, een web van hypotheses en aannames die met elkaar samenhangen. Nu, wat volgt eruit? Wel, als jouw hypothese, die je bijvoorbeeld wilt testen in het laboratorium, wordt weerlegd, kan je die altijd toch nog redden door allerlei hulphypotheses op te geven. Heel eenvoudig voorbeeld is, stel, je wilt iets weten over bepaalde cellen, je zet ze onder je microscoop en kijkt door die microscoop en het blijkt niet te kloppen wat je wou dat er zichtbaar was. Nu, je kan dan altijd zeggen dat het probleem niet jouw hypothese was, maar de microscoop die slecht afgesteld was, de celcultuur die niet goed voorbereid was en dergelijke. Dus je redt je kernhypotheses door een aantal hulphypotheses op te offeren. Nu, dat speelt eigenlijk ook bij hoe complottheorieën in het maatschappelijk debat aan bod komen. Vergelijk deze twee voorbeelden. Misschien weten jullie al naar wat het verwijst. Linkerkant, een beetje moeilijker misschien, is de dood van prinses Diana, of zoals de complottheorie dan gaat, de moord op prinses Diana. Het zou dan geen ongeluk zijn, dat is de complottheorie. Aan de rechterkant zie je de fameuze chemtrails, de vliegtuigen die allerlei sporen met chemicaliën zouden achterlaten, die dan bijvoorbeeld de bevolking zou controleren of sturen, beïnvloeden enzovoort enzovoort. Nu, in beide voorbeelden hier is de kernhypothese een complottheorie. De kern van de theorie is een complot die ontmaskerd wordt. Maar vergelijk dit nu met de volgende twee voorbeelden. Links de welbekende ondertussen theorie dat de aarde plat zou zijn en de aarde zou geen bol zijn, maar een platte schijf. Aan de rechterkant de theorie dat vaccins bijvoorbeeld autisme zouden veroorzaken. Nu, beide opvattingen zijn op zichzelf geen complottheorie. En dat zijn daarentegen alternatieve wetenschappelijke hypotheses. Aan de linkerkant in verband dan met kosmologie, met hoe onze aarde eruit zou zien. Aan de rechterkant dan over de werking van vaccins. Beide alternatieven en een lang weerlegde hypotheses over wetenschap. Maar op zich geen complottheorie. Nu, complottheorieën komen precies wel aan bod en worden gelinkt met deze theorieën in de vorm niet van de kernhypothese, maar als hulphypothese. Want in beide gevallen moeten de voorstanders natuurlijk verklaren waarom, als de aarde echt plat zou zijn, is er dan zoveel bewijs dat de aarde toch rond zou zijn? Waarom zijn er al die foto's? Waarom zeggen de officiële instanties dan dat de aarde rond is en dat ze op de maan enzovoort beweerd geweest te zijn? En bij de vaccins hetzelfde natuurlijk. Waarom, als vaccins inderdaad zo gevaarlijk zouden zijn, is het zo dat de overheid dat niet naar buiten brengt, dat de dokters daar niet over spreken enzovoort? Wel, in beide gevallen doet men dan een beroep op complottheorieën. Die bewijzen, die zogenaamde bewijzen, problemen, kritieken op hun alternatieve hypotheses, zijn fabrikages van een groot complot tegen de waarheid. Dus het tegenbewijs wordt hier weggeschoven door beroep te doen op complottheorieën. Het is NASA die achter de valse theorieën zitten dat de aarde rond is enzovoort, en de grote bedrijven die achter die vaccins zitten. Dat soort complottheorieën om hun alternatieve stelling wat kracht bij te zetten. Dat voor zover de eerste voetnoot. Dus complottheorieën spelen ofwel een rol als een kernhypothese, ofwel een rol als hulphypothese bij dat soort maatschappelijke debatten. Tweede voetnoot gaat over de term zelf van complottheorie. Namelijk, een complottheorie is geen neutrale term, maar heeft een morele geladenheid. Iets als een complottheorie beschrijven, is het meteen ook evalueren, beoordelen, en vaak in een negatieve zin. Iets als complottheorie bestempelen, is het meteen ook afschrijven als iets irrationeel, iets problematisch, als iets wat je niet serieus zou moeten nemen. Het heeft een beetje dezelfde klank als termen zoals pseudowetenschap of irrationaliteit. Want niemand noemt zichzelf natuurlijk een pseudowetenschapper. Niemand noemt zichzelf irrationeel op een onproblematische manier. En je doet dat typisch met tegenstanders om die meteen ook af te schrijven als ze zijn eigenlijk jouw interesse of jouw aandacht niet waard. Hetzelfde dus met die complottheorie als term. Dus hou dat goed in het achterhoofd dat dat zeker geen neutrale term is om te gebruiken. Desondanks wordt het wel nog altijd heel hard gebetigd, ook in de literatuur, om dit soort fenomenen te typeren. Nu, wat ik vandaag in mijn lezing wil doen, zijn voornamelijk
drie narratieven over dit fenomeen van complottheorieën bespreken. De eerste, de meest bekende, die je ook het vaakst gaat tegenkomen, is de zogenaamde psychologie van de complottheorie. Het gaat dan over het individu, zijn psyche, zijn denkprocessen, wat scheelt daaraan of wat zou daar aan afwijkend zijn, zodat zij voor complottheorieën vatbaar zijn. Maar er zijn ook twee andere benaderingen die ik naar binnen de discussie wil brengen, namelijk allereerst een epistemologie van de complottheorie, dus een duur woord voor kennisleren van de complottheorie. Dat wil zeggen, het gaat dan over de vraag van wat voor specifieke theorieën zijn complottheorieën. Is er misschien iets bijvoorbeeld fout aan het soort theorie dat een complottheorie is? En ten derde, de minst bekende, is de zogenaamde sociologie van de complottheorie. En ik ga dan kijken, het focus niet zozeer op het individu, nog op de theorie, maar focus op de maatschappij, de maatschappelijke inbedding, de geschiedenis van complottheorie. Nu, ik ga meteen kleur bekennen. Mijn voorkeur, mijn grootste interesse zit bij die derde benadering, de sociologie van de complottheorie. En dat linkt het meteen ook met die verdere inzet van de lezing, de politieke inzet van complottheorieën en de rol van instituten. En nogmaals, waar ik ga steunen op wat ook professor Van Dijk al daarover gezegd heeft. Een eerste benadering die we dus gaan bespreken is de psychologie van de complottheorie. Dus dat is de meest populaire, in de zin van sla een krant open, lees eender welk artikel, spreek met vrienden over complottheorieën en 9 op de 10 ga je eindigen met een psychologische verklaring. De vraag is dan wat voor soort vreemde individuen, vreemde snuiters, zijn het eigenlijk die in complottheorieën geloven. Nou, dat speelt er in de hoofden af van complotdenkers. Nu, verrassend genoeg misschien, ook de academische wereld is voornamelijk gericht op een psychologie van de complottheorie. Dat wil zeggen, de meeste wetenschappelijke studies naar complotdenken beperken zich of focussen op een psychologische studie van de psychologische kenmerken, de psychische kenmerken van individuen. Dat wil zeggen, wat voor soort vreemde manieren van denken, wat voor soort brein heeft de complotdenker? Kunnen wij die groep van complotdenkers identificeren en isoleren van andere, wat dan zogenaamd vaak normale individuen wordt genoemd? Vandaar ook typisch die neiging om te pathologiseren. Complotdenkers zijn een beetje paranoia en dat soort vooroordelen. Nu, binnen die literatuur zelf is er al een soort verschuiving plaatsgevonden, weg van dat klassieke paradigma, meer naar het idee dat niet zozeer complotdenkers een te identificeren groep zijn, maar echt een beetje de stelling, we zijn allemaal complotdenkers. Dat wil zeggen, eigenlijk is het niet zo dat je een afwijking moet hebben om vatbaar te zijn voor complotdenken. Nee, ook het normale brein, al onze breinen, al onze hersenen zijn vatbaar voor complotdenkers. Dus we zijn allemaal een beetje complotdenkers, omdat ons brein zelf vatbaar is voor complotdenken. En dat heeft te maken met de zogenaamde heuristieken van het brein. Vooral populariseerd door Daniel Kahneman en zijn boek Thinking Fast and Thinking Slow. De heuristieken van het brein gaat dus over een aantal snelle manieren waarop wij denken om snel tot oordelen te komen in onze omgeving, die normaal wel altijd goede resultaten leveren, maar in een aantal omstandigheden dus ook zogenaamde fouten maken. En complottheorieën zouden daar een uiting van zijn. Eén voorbeeld, dat zijn een aantal biases die ze dan typisch naar voren halen. Een bekend voorbeeld is de zogenaamde intentionality bias, de neiging van mensen om meteen intenties achter gebeurtenissen te zoeken. Simpel voorbeeld, vannacht ligt je te slapen, je hoort plots een lawaai in de kamer naast jou. Wel, je spontane reactie gaat meteen zijn, daar is iemand. Misschien een dief, een inbreker enzovoort. Iemand is daar bewust dingen aan het verplaatsen. Pas in tweede instantie, misschien zelfs als je pas gaat kijken, ga je afstappen van het idee dat er een intentie achter zit en zeggen wel, het was waarschijnlijk iets dat toevallig van de tafel gerold is, de klok die van de muur gevallen is, een boek uit de kast enzovoort. Dus in die zin ook op dezelfde manier kijken psychologen dan, of zeggen psychologen, dit soort mechanismes werken ook bij complottheorie. Een simpel voorbeeld ook daar, je hebt een grote maatschappelijke gebeurtenis, een brand, een ongeluk, wel mensen zijn daar geneigd om daar meteen een intentie achter te zoeken. Dat gebeurde niet zomaar. Iemand of een groep van kwaadaardige individuen zat daarachter en dat moeten we te verklaren zijn. En pas dan, in tweede instantie, zou je die reflectieoefening moeten doen en zeggen van misschien was het toeval, misschien is er een complexere oorzaak achter het verspreiden bijvoorbeeld van het coronavirus dan een simpel complot van wat wetenschappers. En dan komen ze vaak tot ook een soort lijstjes
van wat is complotdenken. Ik ga er één geven om ook jullie een idee te geven van hoe moeten jullie min of meer de term complottheorie afbakenen volgens die psychologen. Wel, ze zeggen, er zijn een reeks kenmerken. Brotherton bijvoorbeeld suggereert de volgende 6 kenmerken. 1. Een complottheorie gaat typisch over iets wat nog aan de gang is. Het is zelden een complottheorie over iets dat gepasseerd is en ontmaskerd is. Nee, er staat nog iets op het spel. 2. Typisch is er een soort scepticisme tegenover hoe de dingen op het eerste zicht lijken, hoe ze verschijnen, hoe ze in het nieuws komen, hoe ze op het eerste zicht lijken als je er zelf naar kijkt. Je moet kijken altijd naar wat er achter de schermen gebeurt, wat er voorbij de evidentie lijkt te zijn. Vertrouw niet gewoon wat mensen jou vertellen, dat soort neigingen. Want achter de schermen is er typisch een perfect georchestreerd plan gaande. Dus dat is ook een kenmerk van complottheorieën. Zij hebben altijd een perfect plan achter het hoofd. In de zin van niets gebeurt per toeval. Als er toevallig nog een mens rondloopt, als er een t-shirt ligt, als er een gebouw instort wat niet had moeten instorten, wordt dat meteen als deel van het complot gezien. Niks gaat mis, niets is per toeval, alles is in scène gezet. Bovendien is het plan en de actoren daarachter vaak tot altijd door en door kwaadaardig. Je hebt nooit een goedaardig complot die de wereld wilt verbeteren. Nee, het gaat over een soort sterk verhaal van kwaad versus goed. En uiteraard, de complot, de samenzweerders zijn de kwaadaardige mensen die niet schuwen voor massamoord, voor het drinken van het bloed van kinderen enzovoort, versus de complotdenker die dan de goede in het verhaal is. De held in het verhaal, de held van de roman, die moet ontmaskeren wat daar eigenlijk gaande is. En hoe ontmaskert die? Wel via het zoeken naar kleine barstjes in dat grote verhaal. Ondanks het perfecte plan zijn er kleine details soms bewust achtergelaten, denkt de complotdenker dan, die kan tonen waar het misloopt. Dat denk aan de maanlanding die zogezegd fake zou zijn, wel daar de vlag zou wapperen terwijl dat niet kan op de maan. Of er zou een voetafdruk staan die daar niet hoort te staan, enzovoort, enzover. En dat is de typische stijl van complotdenkers. Laatste kenmerk, ook heel vaak dat je terugkomt en dat herhaald wordt, is de onweerlegbaarheid van die complottheorieën. Als je kritiek uit, of als er, zeker als er officiële rapporten zijn die een bepaalde complottheorie willen weerleggen. Denk aan recent bijvoorbeeld, het rapport nee, het virus is niet gemaakt in een laboratorium in China. Wel, een goede complotdenker kan daar meteen mee aan de slag. Die zegt natuurlijk, wel, dat rapport zelf is deel van het complot. En mij gaan ze niet liggen hebben enzovoort. Dat is die typische onweerlegbaarheid die met complottheorieën wordt geassocieerd. Nu, dit is min of meer alles wat ik kwijt wil over die psychologische benadering. Dat is de meest courante, meest evidente manier om naar complottheorieën te kijken. Maar er zijn dus ook nog andere manieren om daarnaar te kijken. En de tweede manier is zeg maar de epistemologie van de complottheorie. Je gaat kijken niet naar de individuen, maar voornamelijk ook naar de structuur van de theorieën. Wat is er specifiek aan het soort theorieën dat wij complottheorieën noemen? En een vroeg filosoof die er al mee aan de slag is gegaan, is Karl Popper. Karl Popper is een van de eersten die over complottheorieën nagedacht heeft. En die spreekt bijvoorbeeld in zijn fameus boek The Open Society and Its Enemies over de sociale samenzweringstheorie. En hij beschrijft het als het gaat om een denkbeeld dat een sociaal verschijnsel kan worden verklaard door uit te vinden welke mensen of groepen belang hebben bij dat verschijnsel. En plannen hebben gemaakt en hebben samengezworen om dat verschijnsel te laten optreden. Popper is niet onder de indruk van dat soort theorieën. Hij gaat precies zeggen dat zij bij voorbaat eigenlijk irrationeel zijn. Hij gaat ze bijvoorbeeld typeren als geseculariseerde religieuze theorieën. En dus in plaats van God die een soort plan heeft voor de wereld, is het nu een kwaadaardige groep individuen die een plan hebben voor de wereld. Maar per definitie ziet Popper ze dus als irrationele theorieën. En de theorie zelf in haar structuur is eigenlijk al klaar om de prullenbak in te gooien, volgens Popper. Nu, er zijn in recente literatuur redelijk wat filosofen tegen ingegaan. Die precies zeggen, wel, is Popper en anderen, zijn die niet te snel, ook de psychologen, zijn die niet te snel in complotdenken af te doen als iets irrationeel, irrelevant en verkeerd? En je hebt een aantal filosofen die, zoals dit recente boek zeggen, de complottheorieën serieuzer willen nemen. En waarom doen ze dat? Wel, ze hebben eigenlijk een heel eenvoudig argument. En dat vertrekt eigenlijk van
Deze simpele voorbeelden, ik weet niet of jullie weten, wat jullie hier zien, dit is het fameuze Watergate-building van het Watergate-schandaal, namelijk Richard Nixon, de Amerikaanse president, die de jaren 70, als ik het goed heb, zijn democratische tegenstanders ging afluisteren. Dus een soort complot smeed tegen zijn democratische tegenstanders. Geen idee. Ook hier de vraag, weten jullie naar wat dit verwijst? Misschien is dit duidelijker. Het is een meme dit, waar Tony Blair en Bush opstaan over de oorlog in Irak. Dus de invasie in Irak onder het valse voorwendsel dat daar weapons of mass destruction, dat daar kernwapens zouden zitten. Wel, ook hier kan je zeggen, hier was eigenlijk een reëel complot gaande van de Britse en Amerikaanse regering die wisten dat ze eigenlijk geen bewijs hadden voor die wapens, maar dat toch tegen hun bevolking verteld hebben om hun mee in die oorlog te krijgen. Met andere woorden, wat voor soort voorbeelden we hier hebben, zijn voorbeelden van echte complottheorie. Theorieën over echte complotten die echt gebeurd. Een laatste voorbeeld, in een tijd dat kranten nog tekst hadden en geen foto's, niet enkel foto's. Dit is een vroege 20e eeuwse krant, Emile Zola. Het gaat hier over de zogenaamde Dreyfus-affaire. Dus de Franse militair Alfred Dreyfus, die beschuldigd werd een Duitse spion te zijn. Maar dan meteen bleek ook al dat zat antisemitisme achter. En eigenlijk ook evengoed een complot van de Franse staat tegen Dreyfus. Zij wisten dat hij eigenlijk onschuldig is of dat ze geen bewijs hadden, maar gingen toch nog door in het complot. Met andere woorden, ook hier was er echt een reëel complot gaande. Nu, ik ga over deze casus niet verder zeggen. Die komt in een latere sessie van deze reeks nog bij Egon Bouwelings aan bod. Een hele sessie gewijd aan die Dreyfus-affaire. Nu, het argument, om terug tot de rode draad te komen, van deze epistemologen is vrij eenvoudig. En dus ze zeggen, wel nee, Popper en anderen zijn eigenlijk te naïef in hun afwimpelen van de complottheorie. Omdat als wij aannemen dat inderdaad een complottheorie een theorie over een complot is, wel dan kunnen wij zeggen dat, gegeven dat inderdaad sommige theorieën van die soort blijken te kloppen, zoals het Watergate-schandaal, zoals de invasie in Irak enzovoort, wel dan zijn die theorieën eigenlijk bij voorbaat niet irrationeel. En inderdaad, er zijn complottheorieën die kloppen, dus wij kunnen bij voorbaat complottheorieën niet afdoen als onzinnig. Dat is eigenlijk hun simpel argument dat zij proberen te maken. En we zijn vaak te snel volgens hun om complottheorieën meteen de prullenbak in te gooien, want er zitten er ook misschien juiste tussen. Nu, een eenvoudig argument. Ik vind het wel niet zo overtuigend. Ik heb daar een aantal problemen mee. Een eerste probleem dat ik wil opwerpen is dat ik denk dat er een simpele verwarring is tussen het fenomeen van een complottheorie en die term van een complottheorie. Het is een beetje naar analogie van termen zoals cultural studies, kritische theorie, Italian theory enzovoort. Het is alsof men de fout zou maken cultural studies te definiëren als elke studie van cultuur of elke culturele studie. Kritische theorie zou definiëren als elke theorie die kritisch is, enzovoort. Nu, dat klopt niet. Cultural studies is ondanks de naam een heel specifieke invulling van een studie van de cultuur, namelijk populaire cultuur vanuit een typisch marxistisch perspectief, enzovoort. Hetzelfde bij kritische theorie. Een heel specifieke traditie van denkers, vaak van marxistische hoek, die nadenken over de maatschappij, enzovoort. Dat gelijkstellen met eender welke kritische theorie, theorie die kritisch is, is natuurlijk een fout. Nu, op dezelfde manier denk ik dat het simpele argument van daarnet, dus een complottheorie is een theorie over een complot, eigenlijk al de fout is. Die definitie klopt eigenlijk niet. Het gaat niet over eender welke theorie over een complot, maar een specifieke subset van fenomenen. Sterker nog, en dit is al de eerste stelling die ik wil verdedigen en die misschien een beetje provocatief kan overkomen, wil ik ook afvragen of een complottheorie überhaupt een theorie is. En die term is misschien precies daarom misleidend dat ondanks dat wij het een complottheorie noemen, misschien niet echt over een theorie gaat. Technisch gezien kan je zeggen, ik ga hier voor een niet- of non-cognitivistische opvatting van complottheorie. Met andere woorden, het is een beetje naar analogie van de vraag van wat is religie, wat is kunst, wat is bijvoorbeeld een regendans of zelfs een partijprogramma. Daar heb je een aantal antropologen, filosofen, sociologen die zeggen, bijvoorbeeld bij religie, wel, religie is niet in essentie een reeks opvattingen die een persoon heeft. Het gaat niet bijvoorbeeld over het al dan niet geloven in God. Dat is in zekere zin een
bijzaak, de kern van de zaak, bijvoorbeeld bij een religie, is een bepaalde praktijk, een reeks handelingen, een houding in de wereld, enzovoort, enzoverder. Uiteraard hangt dat samen met bepaalde opvattingen, maar die opvattingen zijn niet de kern van de zaak. En de vraag is natuurlijk, misschien moeten wij op een gelijkaardige manier naar complottheorieën kijken. Misschien is een complottheorie, ondanks dat dat gelinkt is met vreemde opvattingen, niet in wezen een theorie over de wereld, maar iets anders. Nu, wat is dat dan juist? Wat ik heb al gezegd, een praktijk is één manier om dat te vatten. Een andere term die ik wil gebruiken is een zogenaamde attitude. Dus misschien moeten wij complot denken zien, niet als een theorie, maar als een bepaalde stance, zoals ze in het Engels zouden zeggen, een attitude, een houding om in de wereld te staan. En wat is die houding dan? Wel precies een soort afwijzen van autoriteiten en de geaccepteerde sociale realiteit. Een complotdenker is iemand die in de werkelijkheid de houding aanneemt tegenover de dingen die op hem afkomen, het nieuws enzovoort, van ik ga wantrouwend staan. Ik geloof niet zomaar wat ze me zeggen, enzovoort, enzoverder. Nu, ik haal dat idee van, voor zij die dat begrip van attitude verder willen verkennen, van de filosoof Bas van Fraassen. Hier is het boek ook een andere manier om dat idee nog een beetje verder uit te werken, is, soms wordt ook wel gesproken van niet zozeer een houding, maar een bepaald beleid volgen. Net als een staat, een overheid een beleid kan volgen, kan je als individu ook een soort beleid volgen in jouw handelingen in de wereld. En het beleid verschilt heel hard van het hebben van bepaalde opvattingen, in de zin een aantal kenmerken hier. Eén, het gaat over niet zozeer over het hebben van bepaalde opvattingen, maar het zich verbinden om bepaalde handelingen te stellen in de wereld. Bijvoorbeeld, een complotdenker dan, wel, als er zich nieuws voordoet, dan zal ik op een bepaalde manier handelen, namelijk wantrouwig, ik ga zelf eens kijken, zelf via mijn kanalen zoeken hoe het zit, enzovoort, enzovoort. En dat betekent ook dat zo'n houding, zo'n beleid, niet zozeer beoordeeld moet worden of het nu waar of vals is, maar eerder volgens het criterium, is het gepast of ongepast? Is het een gepaste houding om bijvoorbeeld heel wantrouwig te staan in bepaalde omstandigheden, of is het een ongepaste houding? Dat wordt eerder het criterium hier. Dus als je misschien met complotdenkers in discussie gaat, focus misschien niet op zozeer op de opvattingen die ze hebben, maar op de vraag van wat voor soort houding hebben ze eigenlijk in de werkelijkheid? Hoe staan zij in het leven en hoe moeten wij daarnaar kijken? Nu, zo'n houding heeft nog een aantal andere kenmerken. Bijvoorbeeld dat er vaak ook uitzonderingen mogelijk zijn. Soms wordt dat wel verweten aan complotdenkers, dat ze heel kritisch zijn tegenover bepaalde bronnen, heel onkritisch tegenover andere bronnen. Wel, je kan dat gerust vatten als een rationeel beleid. Hè. Gewoon een beleid met bepaalde uitzonderingen. Ik sta wantrouwig tegenover iedereen, behalve mijn eigen familie, mijn persoonlijke dokter, iets van die aard. Dat kan gerust een heel rationeel beleid zijn als dat ergens zeg maar, uitgestippeld wordt. Tegelijkertijd, een beleid, meer dan bepaalde opvattingen, zijn veel ruimer qua interpretatie. Als je de algemene houding hebt van kritisch te staan in de tegenover de werkelijkheid, vraagt dat natuurlijk nog altijd geval per geval. Wat betekent het hier om kritisch te zijn? Wat moet ik in vraag stellen, wat niet, enzovoort. Er is heel wat flexibiliteit in dat geval. Nu, ondanks die verschillen, ondanks die kenmerken, het verschil tussen een houding en een theorie, denk ik toch nog net dat het precies even goed rationeel debat toelaat. Het is niet omdat het geen theorie zou zijn dat wij plots iedereen zijn eigen houding zou mogen hebben. En het maakt niet uit, ieder voor zich. Nee, je kan gerust een rationeel debat hebben over die houdingen. Precies zoals ik zei, in termen van gepast of ongepast. Is het de juiste houding? Is het de meest collectieve houding op basis van bijvoorbeeld de resultaten, de gevaren, enzovoort, enzoverder? Dus dat is een eerste voorstel wat ik wil doen. Hè. Misschien moeten wij complotdenken vatten, niet zozeer zoals die epistemologie doet en ergens ook die psychologie als het hebben van een bepaalde theorie, maar meer als het hebben van een bepaalde houding om in de werkelijkheid te staan. Nu, dat levert niet enkel een interessante visie op wat de complottheorie zou zijn, maar een ander punt wat ik ook wil doen vandaag, roept de vraag ook op, hoe verhoudt dat zich dan tegenover de zogenaamde oplossingen voor complotdenken? Een typische oplossing die we wel eens horen, complottheorieën zouden moeten bestreden worden door het promoten van kritisch denken. Kritisch denken als een soort vaccin, geneesmiddel tegen al dat soort pseudowetenschap en complotdenken. Maar laten we nu eens precies ook kritisch denken vanuit die term van houding bekijken. We keren terug
tot Karl Popper. Karl Popper toch een van de boegbeelden van de verpersoonlijking van een kritische attitude. Nu, wat betekent een kritische attitude volgens Karl Popper? Je zou kunnen zeggen, dat komt bij hem op drie dingen neer, drie kenmerken neer. Typisch gaat dat bij hem over een wetenschapper. En een wetenschapper is kritisch als hij precies individueel nadenkt. Hij denkt voor jezelf na, geloof niet wat gewoon wat andere mensen zeggen. Ga zelf op zoek, onderzoek jouw eigen oordelen enzovoort. Twee, de doelstelling van zo'n wetenschapper is typisch bij Popper om een soort revolutie te bewerkstelligen. Het soort omverwerpen van de bestaande opvattingen, om vooruitgang te boeken enzovoort. En ten derde, de manier waarop dat gebeurt, is via een soort hyperkritische methode. Met precies een compleet wantrouwen tegenover alle traditie, tegenover alle opvattingen wat de wetenschappers hebben. Concreet, het typische voorbeeld bij Karl Popper is Einstein. Albert Einstein als het individu op zijn eigen, op zijn eentje, een revolutie sticht in de fysica door hyperkritisch te zijn tegenover de aannames van de klassieke fysica. En zo een totale nieuwe wetenschap creëert. Dat is het ideaalbeeld van een kritische wetenschapper volgens Popper. Nu, je ziet het misschien al aankomen, die kenmerken, het individuele, het revolutionaire, het hyperkritische, verschillen eigenlijk niet zozeer van wat een complotdenker als zijn eigen attitude ziet. Er is een opvallende gelijkenis tussen die complotattituden en die kritische attitude. En dat zie je bijvoorbeeld ook in, om bij het voorbeeld van Popper te blijven, in zijn kritiek op instituten van wetenschap. Popper was ook iemand die heel wantrouwig stond tegenover wetenschap als iets collectief, wetenschap als iets institutioneel. Wetenschap was precies voor hem iets wat een individu op zichzelf deed, elk voor zich. Hij bespreekt dat bijvoorbeeld in termen van normale wetenschappen. Normale wetenschap is een term van Thomas Kuhn, die precies verwijst naar wetenschappers die samen onder één instituut, één paradigma aan wetenschap werken. En dan zegt hij bijvoorbeeld het volgende. Er bestaat normale wetenschap in de zin van Thomas Kuhn. Het gaat dan om de activiteit van de niet-revolutionaire, of beter gezegd, de niet-al-te-kritische professional. Van de wetenschapsstudent die de heersende dogma's van zijn tijd aanvaardt, die ze niet wil aanvechten en die een nieuwe revolutionaire theorie alleen aanvaardt als bijna iedereen reeds bereid is om haar te kunnen aanvaarden. Naar mijn mening is de normale wetenschapper zoals Thomas Kuhn hem beschrijft, iemand met wie je medelijden zou moeten hebben. Nu gelijkaardig in een andere tekst. Zegt hij, het is de niet-normale wetenschapper, de durvende wetenschapper, de kritische wetenschapper, die... De kritische wetenschap die de barrière van normaliteit doorbreekt, de ramen opent en frisse lucht binnenlaat, die niet nadenkt over de indruk die hij maakt, enzovoort enzovoort. Ja, dus, met andere woorden, Popper staat heel kritisch tegenover het collectieve, traditionele, institutionele karakter van wetenschap. Nu vergelijk dat bijvoorbeeld met het volgende citaat. Het volgende citaat, ik lees het voor. Ik beschouw consensuswetenschap als een uiterst schadelijke ontwikkeling die wij onmiddellijk moeten stoppen. Laten wij duidelijk zijn, het werken van de wetenschap heeft niets te maken met consensus. Consensus is politiek. Wetenschap daarentegen heeft slechts één onderzoeker nodig die toevallig gelijk heeft, wat betekent dat hij of zij resultaten heeft die verifieerbaar zijn aan de hand van de echte wereld. In de wetenschap is consensus irrelevant. Wat relevant is, zijn reproduceerbare resultaten. De grootste wetenschappers in de geschiedenis zijn geweldig juist omdat ze braken met de consensus. Er bestaat niet zoiets als consensuswetenschap. Als het consensus is, is het geen wetenschap. Als het wetenschap is, is het geen consensus. Nu, je zou denken, dit kan even goed van Popper zijn, maar het komt dus niet van Popper, zoals jullie wellicht al vermoeden. Het komt van de schrijver Michael Crichton, die jullie misschien wel kennen, auteur van bijvoorbeeld Jurassic Park. Maar in zijn latere leven dus een enorme klimaatskepticus geworden. En precies in een van zijn lezingen als klimaatskepticus komt het citaat en haalt hij bijna de innerlijke Popperiaan naar boven om zijn scepticisme omtrent consensus en consensus rond klimaat te beargumenteren. En dus de suggestie is precies nogmaals, wat is eigenlijk het verschil tussen de kritische houding en de complothouding? En inderdaad ook,
etnografisch onderzoek, dus antropologen, sociologen die met complotdenkers zijn gaan spreken, die interviewen, vragen stellen van hoe zien zij zichzelf, eerder dan hoe zien wij hen van buitenaf. Wel, dan zie je dat die complotdenkers zichzelf precies heel hard ook gaan beschrijven als wij zijn de sceptici, wij zijn de kritische denkers, wij zijn degene die out of the box durven denken, vraagtekens durven plaatsen, terwijl de wetenschappers, een beetje zoals bij Popper, de slaafse wetenschappers zijn die gewoon door het geld volgen of de massa volgen enzovoort enzovoort, niet echt kritisch durven zijn. Terwijl precies de complotdenkers zichzelf zien als de belichaming van echte wetenschap. Dat is de manier waarop zij zichzelf beschrijven. Nu, dat is voor zover een eerste lijn van kritiek, namelijk misschien is een complottheorie geen theorie, maar een houding. En als het een houding is, wel, verschilt het dan wel zozeer van die kritische houding? Een tweede punt, een belangrijker punt misschien, waar ik nu in het tweede deel mee wil bezighouden, is die ook de aanname van zowel die psychologie als die epistemologie, dat zij veel te individualistisch, te ahistorisch of te asociaal naar complottheorieën kijken. Complottheorieën lijkt bij hun te gaan over een individu dat bepaalde theorietjes heeft, maar ze vragen zich niet af hoe zit het met de maatschappij waarin hij zit, de geschiedenis van die complottheorieën, enzovoort enzoverder. En dat brengt ons dus bij die sociologie van de complottheorieën. Waarom gaat dat een interessant perspectief opleveren? Twee redenen. Eén, precies, het kan een andere opvatting geven van wat complottheorieën juist zijn. Wat is het probleem? Hoe moeten ze begrijpen? Van waar komen ze? En twee, het toont ook de politieke inzet van die academici, van die psychologen en die epistemologen. De vraag die de sociologie precies ook opwerpt is van waarom zijn die psychologen, waarom zijn die epistemologen eigenlijk geïnteresseerd in complottheorie? Waarom wordt er zoveel geschreven over complottheorie? Waarom zien mensen dat eigenlijk als een probleem? Van waar komt dat probleem? En het is daarop dat ik ook wil verder ingaan. Om een voorbeeld meteen te geven van die politieke inzet, herneem die epistemologen, die zeiden van complottheorie, nee, ze zijn niet bijvoorbeeld irrationeel, want er zijn echte complotten. Maar ze beweren dat niet uit een neutraal perspectief, omdat ze gewoon op de waarheid uit zijn. Nee, ook omdat zij een bepaalde politieke inzet zien in dat debat. En de politieke inzet is als volgt bijvoorbeeld, hier twee citaten. De kritiek op complotdenken, zegt Basham, een van, die filosofen, dat die negeert de sleutelrol die complottheoretici spelen bij het veiligstellen van onze democratie. Vaak handelen deze mensen ter onze zelfverdediging. Complotdenken is cruciaal voor sociale vooruitgang. Hetzelfde, een tweede citaat, iets langer. Critici van complotdenken, want die erkennen het gevaar niet waarmee echte politieke samenzweringen het publiek bedreigen. En ze zien niet in dat het blootleggen van samenzweringen een kritische praktijk is in een goed functionerende democratie. Immers, in een omgeving waarin mensen een negatief beeld hebben van complottheorieën, kunnen complotten zich vermenigvuldigen en bloeien. Omgekeerd zal het serieus nemen van claims dat er een complot gaande is onderzocht worden door journalisten, politie en dergelijke en veel eerder mislukken. Dus met andere woorden, die epistemologen die precies gaan zeggen complottheorieën zijn niet bij voorbaat irrationeel, maar die doen dat deels omdat zij ook geloven dat er politiek iets op het spel staat. Namelijk, we moeten blijkbaar onszelf, de maatschappij, de bevolking beschermen ook tegen een overheid, tegen grote bedrijven enzovoort, die anders echte complotten smeden. En met andere woorden, iets als een complottheorie benoemen en hoe wij naar complottheorie moeten kijken, staat niet los van die politieke inzet. Nu, daarom denk ik dat het interessant is om die sociologie van de complottheorie een beetje te verkennen, eerder dan die psychologie en die epistemologie, en precies die vraag opwerpen. Van waarom en wanneer werden complottheorieën eigenlijk een probleem? Wanneer werden die geproblematiseerd als iets waar wij aandacht aan moeten schenken, en iets dat wij moeten onderzoeken, bestrijden, enzovoort, enzovoort. En dan zul je zien dat dat eigenlijk vrij recent is. Een goede indicatie daarvan is bijvoorbeeld de oorsprong van die term complottheorie. Die is eigenlijk vrij recent, namelijk van het einde van de 19e eeuw, dat die pas echt opkomt. En zeker pas na de Tweede Wereldoorlog wordt het een onderwerp van discussie. En een mooie indicatie is de volgende.
grafiek, die komt van Google Ngrams, dus de frequentie van die term in boeken die ze hebben ingescand. En dan zie je dat die term echt pas opkomt sinds het einde van de 19e eeuw en vooral naar boven schiet na de Tweede Wereldoorlog. Dan wordt het echt een onderwerp van discussie, precies onder academici, onder beleidsmakers enzovoort. Van we moeten iets met dat fenomeen doen, we moeten dat diagnostiseren en bestrijden enzovoort. Dus met andere woorden, een heel recent fenomeen. Uiteraard komt dan de vraag, waarom is het zo recent? Of wat is er precies veranderd dat plots een onderwerp van discussie wordt? En een heel aantal sociologen en historici zeggen eigenlijk het volgende in grote lijnen. Kan je zeggen, wel een complotverklaring, dus fenomenen, gebeurtenissen verklaren aan de hand van een complot, wel, dat is niet nieuw. Dat kan je ook gerust bij de Romeinen 2000 jaar geleden terugvinden enzovoort. Maar het punt is dat voor lange tijd eigenlijk historisch helemaal acceptabel was. Er werd niet geproblematiseerd. Het was oké, het was in orde, het was normaal om dingen als een complot te verklaren. Je werd nooit bekritiseerd omwille van de structuur van een complotverklaring. Het is pas in de 19e eeuw, het einde van de 19e eeuw, dat je een soort verschuiving krijgt en een suggestie zou kunnen zijn, omdat er ook een alternatief ontstaat. Ontstaat zoiets als de structurele verklaring. Je gaat een economische crisis, een politieke omwenteling niet verklaren aan de hand van een complot, maar aan de hand van bepaalde onbedoelde neveneffecten van de sociale, economische structuur van een maatschappij. Niemand had die economische crisis gewild, toch was ze er gekomen. Niemand had dit virus nu gewild bij corona, maar toch is zij een onbedoeld neveneffect, bijvoorbeeld van globalisering enzovoort. En de suggestie is dan dat wel precies van het moment dat je ook die verschuiving naar die structurele verklaring hebt, dat complottheorieën fenomenen verklaren aan de hand van intenties, aan de hand van een samenzwering, problematisch. Maar ik denk dat het fout is om te denken dat complottheorieën gewoon problematisch werden omdat er een betere verklaring zouden zijn. Het is niet gewoon een kwestie van we hebben nu een betere verklaring, we kunnen nu dingen structureel verklaren, tot wij die complottheorie maar buiten moeten gooien. Het echte verhaal is complexer. En een auteur die dat ten dele heeft verkend, is de Franse socioloog Luc Boltanski. Een prachtig boek, Niet meer complot. Dat gaat precies over het ontstaan van onder meer complotdenken aan het einde van de 19e eeuw. En ik zeg onder meer, want de fascinatie van Boltanski is precies niet dat er gewoon enkel complottheorieën ontstaan, maar dat complottheorieën als een ding ontstaan tezamen met allerlei andere fenomenen. En dus hij gaat kijken niet enkel naar complottheorieën, maar ook naar het ontstaan van bijvoorbeeld de detectieve roman en later de spionageroman. En natuurlijk, dat is voornamelijk zijn grootste zorg, de sociale wetenschappen zelf, de sociologie ontstaat dan ook. Maar ook bijvoorbeeld in de psychiatrie categorieën zoals paranoia, achtervolgingswaanzin, het idee dat er complotten tegen jou als persoon worden gesmeed. Ook een categorie die pas dan ontstaat. Nu, die lijken allemaal iets met elkaar gemeen te hebben, volgens Boltanski. Daarom ook de ondertitel van zijn boek. Dus het is een onderzoek naar het onderzoeken. Waarom zijn wij onderzoekers geworden van de maatschappij die overal verborgen patronen en plannen zijn gaan zoeken? Nu, zijn verhaal is uiteraard complex. De grote lijn gaat zeg maar als volgt. Waarom is er een verandering opgetreden? Wat is er veranderd volgens Boltanski? Wel, het heeft te maken volgens hem met het ontstaan van de moderne natiestaat. Dus het ontstaan van een verandering, een transformatie van wat de staat, wat de overheid eigenlijk is in de maatschappij, wat haar taak is, wat zij moet doen. En dat heeft te maken volgens Boltanski met het ontstaan van allerlei wetenschappen, zoals statistiek, die het mogelijk maken dat een maatschappij inzicht krijgt in haar eigen sociale wetmatigheid. Plots krijgt men zoiets als van, we hebben tabellen met en we weten hoeveel mensen er wonen, hoe productief ze zijn, hoeveel werkloosheid er is, enzovoort, enzovoort. En voor zij die het kennen, Boltanski steunt er ook op, het is het verhaal een beetje ook van wat Michel Foucault vertelt over het ontstaan van statistiek en het ontstaan van wat hij biopolitiek noemt. Dus de staat die een interesse krijgt in haar eigen bevolking om die te sturen in bepaalde richtingen enzovoort enzoverder op basis van die wetenschappelijke inzichten, de nieuwe sociale wetenschap.
Nu, volgens Boltanski leidt dat precies tot een soort inzicht van bijvoorbeeld in bevolkingsgroepen met typisch gedrag. De arbeider gedraagt zich zo, de hoge burgerij gedraagt zich zo enzovoort. Boltanski linkt dat bijvoorbeeld met het ontstaan van sociale romans, de Les Misérables enzovoort, en andere romans die één categorie of één groep gaan eruit halen en het typische leven van een bepaalde groep in kaart gaan brengen. En centraler en belangrijker voor ons punt draait het vooral, of het is het gevolg vooral, ook een spanning tussen de alledaagse realiteit van mensen en die nieuwe sociale wetmatigheid. En de eeuwige vraag die dan komt van hoe verhoudt mijn persoonlijke realiteit zich hier ten opzichte van die sociale wetmatigheid? Waar komen die sociale realiteit vandaan? Wie zit daarachter? Enzovoort enzovoort. En dan heb je precies dit soort fenomenen dat daar ergens iets mee wil doen. Een detective romans, bijvoorbeeld volgens Boltanski, enten zich precies op die spanning tussen die alledaagse realiteit en die sociale wetmatigheid. Waarom? Omdat een detective roman vertrekt van een mysterie, maar een mysterie bestaat er enkel uit een spanning van er gebeurt iets onverwachts. Dus er moet ook iets verwacht zijn. Wel, die verwachtingen waren die sociale wetmatigheden. En het mysterie is precies dat daar een moord bijvoorbeeld wordt gepleegd, hoewel vroege detectieve romans niet enkel over moorden ging. Een moord wordt gepleegd die atypisch is, die niet in het plaatje past. En de bedoeling dan van die vroege detectieve romans is ergens vaak heel conservatief, tonen dat wat ogenschijnlijk niet in het sociale plaatje past, toch te verklaren is volgens de vaste patronen van die sociale realiteit. Hetzelfde met spionageromans, een soort stap verder. Je krijgt er een soort spelen met misschien dat sociale rollen die mensen op zich nemen, die je mooi kunt volgen. Een arbeider gedraagt zich zus of zo, een butler gedraagt zich op die manier, dat het daar een andere persoon zou kunnen achterzitten. En misschien is de butler wel een spion van Rusland, enzovoort, enzovoort. Nu, uiteraard, de suggestie is, ook complottheorieën zijn ergens een soort product van die spanning, van die fascinatie met hoe verhoudt mijn persoonlijke ervaringen zich tot die sociale wetmatigheden die zich ergens tonen, en wat vooral moet ik met zulke spanningen doen. En het is niet zozeer een kwestie van enkel het individu dat plots aan complottheorieën begint te doen, maar vooral ook die vraag, als het individu vragen begint te stellen van wie zit er achter die sociale wetmatigheden? Is dat misschien een complot die de economie slecht doet gaan in deze decennia? Zijn het misschien de Russen? Zijn het misschien de communisten? Enzovoort. Wel, wat je ook krijgt, is voornamelijk een strijd, nogmaals een politieke strijd, over wie heeft eigenlijk het recht om die sociale realiteit en haar waarden enzovoort te bepalen. Heeft een individu het recht om daar complotten achter te zoeken, of gaat het eerder, en daar gaat de spanning uit ontstaan, is het de staat die het laatste woord moet hebben? En via de sociale wetenschappen natuurlijk. Het zijn de sociale wetenschappen die ergens het laatste woord zouden moeten hebben over wat zijn die sociale realiteiten, wat zijn die wetmatigheden, hoe functioneren die juist. En zo komen we terug ook bij die derde categorie van Boltanski, ook sociale wetenschappen ontstaan daar juist. En dan krijg je die vraag precies, en dat is een beetje de politieke inzet hier ook, waarom is een sociologische verklaring acceptabel, maar een complottheorie eigenlijk niet acceptabel? Boltanski roept die vraag op, maar ook andere sociologen hebben die vraag wel al opgeroepen. Bijvoorbeeld Bruno Latour in een provocerend artikel zegt het volgende. Wat is het werkelijke verschil eigenlijk tussen complotdenkers enerzijds en een gepopulariseerde oppervlakkige lezing van bijvoorbeeld een eminent socioloog zoals Pierre Bourdieu? In beide gevallen moet je leren wantrouwig te staan tegenover alles wat mensen zeggen, want we weten natuurlijk allemaal dat ze in de band zijn van een complete illusie over hun ware motieven. Vervolgens, nadat het ongeloof heeft toegeslagen, vervolgt Latour, en een verklaring gevraagd wordt voor wat er werkelijk aan de hand is, wordt er in beide gevallen opnieuw beroep gedaan op dezelfde groep van machtige krachten in het donker verborgen zijn en altijd consequent, continu, meedogenloos handelen. Of, anders geformuleerd, iets provocerender, waarom zijn verklaringen van sociale fenomenen in termen van het patriarchaat, als een product van het kapitalisme, als een verloedering van waarden. Waarom zijn dat acceptabele verklaringen, wetenschappelijke verklaringen zelfs, maar een verklaring in termen van complotten, intenties enzovoort wordt afgedaan als irrationeel? Wel, precies omdat er die politieke
inzet is van wie heeft er controle over het laatste woord om te spreken? Wat is die sociale realiteit? Hoe functioneert die? En wat gaat er achter? Daarom ergens, dat is Botanski zijn suggestie ook, daarom dat de staat precies ook gefascineerd raakt door complottheorie. Omdat dat ergens een uitdager is van zijn eigen autoriteit. En dat brengt ons weer, eeuwig komen we terug, tot onze goede vriend Karl Popper. Want als we kijken naar de context van Karl Popper bijvoorbeeld ook, van waarom begint hij eigenlijk over complottheorieën te spreken, wel dan zie je dat hij dat ook doet in de context van het definiëren van wat de echte taak van sociale wetenschap is. Hij zegt bijvoorbeeld, om uit te leggen wat volgens mij de centrale taak is van sociale wetenschappen, zou ik eerst willen beginnen met het beschrijven van een theorie die door zeer veel rationalisten wordt aangehangen, ik denk vooral aan Marxisten, een theorie die volgens mij precies het tegenovergestelde inhoudt van wat het ware doel van de sociale wetenschappen is. Ik zal deze theorie de samenzweringstheorie van de samenleving noemen. En dat is wat we daar straks ook gezien hebben. Deze theorie, voegt hij er meteen aan toe, is primitiever dan de meeste vormen van theïsme en is verwant aan hoe Homerus naar de maatschappij keek. Het zijn de goden, maar dan machtige complot en machtige samenzweerders die ergens de touwtjes in handen hebben en alles verklaren. Dus met andere woorden, die politieke inzet hier van die sociologen, van die sociologie, is ergens van die sociologische kijk op de zaak, draait om precies die vraag van, ja, kijk, complottheorieën is een slechte theorie om sociale realiteit te verklaren, nou, omdat ze bijvoorbeeld volgens Popper gewoon goden vervangt door complotten. Sociale wetenschap, voor Popper, moet zich daarentegen focussen op wat hij onbedoelde effecten noemt. Op die structurele verklaringen die we daar straks hebben tegengekomen. Bijvoorbeeld, waarom is er oorlog terwijl niemand dat eigenlijk wil? Waarom is er armoede terwijl niemand dat eigenlijk wil? Dus niet verklaren aan de hand van, er is een complot om die oorlog te veroorzaken, maar er is een onbedoeld neveneffect van de sociale complexiteit. En zo voegt Popper er meteen aan toe, complotten spelen historisch enkel een rol, precies als complotdenkers aan de macht zijn. Hij denkt voornamelijk aan Hitler. Hitler zelf was een complotdenker en daarom ging hij complotten smeden tegen de Joden en anderen. Kan het gelijkaardige toepassen op Nixon en Nixon zelf, dat is ook geweten, was een complotdenker, daarom dat hij complotten smeden tegen de Democraten. En uiteraard kan je natuurlijk ook denken aan Trump. Trump zelf, een fervent complotdenker, gaat daarom gerust zelf ook veel makkelijker over tot het smeden van complotten tegen tegenstanders enzovoort, het niet naleven van de regeltjes en dergelijke meer. Nu, Popper tegelijk is niet enkel relevant om de politieke inzet van de sociologen te weten, maar ook de derde groep die we nog niet besproken hebben, en die politieke inzet van die psychologen, de meest populaire benadering. Van waar komt dat eigenlijk dat wij voornamelijk psychologisch naar complottheorieën gaan kijken zijn? Daar wil ik nog even bij stilstaan. En dat heeft te maken met een tweede context waarin Popper complottheorie bespreekt. Hij heeft het niet enkel over de sociale complottheorie, maar ook over wat hij de samenzweringstheorie van onwetendheid noemt. En die samenzweringstheorie van onwetendheid, die onwetendheid interpreteert niet alleen als een gebrek aan kennis, maar als het werk van een of ander kwaadaardige macht, die onreine en kwade invloeden, die onze geesten perverteren en vergiftigen en die ons de gewoonte aanleert ons te verzetten tegen kennis. Waar komt dit vandaan, vraag je misschien? Wat voor vreemde opvatting is dit weer van Karl Popper? Wel, dat heeft te maken met de algemene inzet eigenlijk van Popper's zijn filosofie. Dus een korte inleiding in Popper zijn filosofie. Heel kort, kan je zeggen dat Popper een van zijn centrale fascinaties, problemen, inzetten, is een bestrijden van een verkeerde opvatting over waarheid. Zo komen we tot die term ook. Namelijk het foute idee dat waarheid manifest zou zijn. Wat hij ook noemt, de optimistic view, that truth, de optimistische visie dat waarheid als ze naakt voor ons zou verschijnen, meteen als waarheid herkenbaar zou zijn. Dat er een soort stempel op de waarheid zou zijn die we gewoon moeten herkennen en meteen hebben door, dit is waarheid. Het is zelf-evident dat dit waar zou zijn. Dat is de grote misvatting volgens Popper die we moeten bestrijden. Toch staat Popper daar dubbelzinnig tegenover, omdat hij tegelijk herkent dat dat foute idee historisch enorm emancipatorisch was. Hij zegt zelfs,
deze fout, dit foute idee maakte wetenschap en liberalisme mogelijk. Het is een emancipatorisch idee, zowel in denken als in politiek handelen, omdat het idee eigenlijk aan elk individu geeft dat iedereen de bronnen van kennis in zichzelf zou dragen. Je moet niet meer naar traditie luisteren, naar de kerk, naar de koning enzovoort. Denk zelf na en herken zelf de manifestheid van bepaalde waarheden enzovoort. Dus in die zin, historisch heel emancipatorisch, maar toch volgens Popper fout. Waarom? Hoezo? Wel, daartegenover plaatst hij dan zijn fameuze omdraaiing van die vragen. Hij zegt, dit leidt tot de verkeerde vragen, zowel op het politieke niveau als in de wetenschap. De verkeerde vraag in de politiek is, wie zijn de goede heersers? Wie zou er moeten heersen? Hoe vinden wij de juiste goede heerser? Dat is volgens Popper de verkeerde vraag. Hetzelfde in wetenschap. De vraag zou niet moeten zijn, wat is de garantie van zekerheid? Wat is de garantie van zekere, juiste, ware kennis? Hoe kennen we de manifestheid van de juiste kennis? Beide vragen zijn onbeantwoordbaar. Er is toch geen teken. We kunnen nooit zeker zijn dat we de juiste politicus hebben, dat we de juiste kennis hebben. Maar wat we volgens Popper wel kunnen doen, is natuurlijk het omgekeerde. Namelijk voorkomen dat er slechte heersers zijn. Of als slechte heersers binnenraken, zullen ze zo snel mogelijk terug buiten werken. Hetzelfde natuurlijk in wetenschap. De vraag zou niet moeten zijn hoe komen we tot zekere kennis, maar hoe zorgen wij dat foute opvattingen, theorieën die fout zijn, meteen terug buiten kunnen gewerkt worden. Hier is het fameuze falsificatieprincipe van Popper. We kunnen niet weten of een theorie waar is, maar we kunnen ze wel weerleggen. Dus daarop zouden we ons moeten focussen. Daarom dus ook dat idee van die manifestheid volgens Popper onzinnig is en zelfs gevaarlijk is. En hij zegt dat nogmaals niet in het ijle puur omwille van de theorie. Ook hier, de context is heel belangrijk. De context van de Tweede Wereldoorlog. Dus hij schrijft bijvoorbeeld die boeken rond de Tweede Wereldoorlog voor en daarna. Open Society and Its Enemies, tijdens en vlak daarna. En daarin duidt hij voornamelijk het probleem aan van wat hij een soort fanatisme noemt, een soort radicalisme, zowel aan de linker als de rechterzijde. Hitler en het fascisme, nazisme enerzijds en Stalin en het communisme anderzijds. Beide bewegingen waren volgens Popper precies van overtuigd dat zij een manifeste waarheid aan hun kant hadden. En natuurlijk moesten zij daarom beroep doen op een soort complottheorie om de tegenstand van de anderen te verklaren. Waarom zagen die anderen niet in dat de communistische heilstaat het ideaal was waarin de geschiedenis gaat? Dat is toch manifest zelf-evident? Wel, zij moeten wel gebrainwashed zijn. Zij moeten wel het slachtoffer zijn van propaganda, van een complot enzovoort enzovoort. En dus hier komen die complottheorieën ook weer naar binnen als een soort aanhangsel, als een soort product van extremisme in de politieke sfeer, van de gesloten maatschappij, zoals hij ze noemt. Nu, dat gaat precies leiden ook tot dat psychologiseren van die complotdenkers. En dat heeft deels met Popper te maken, maar ook met andere figuren. Een andere figuur is bijvoorbeeld Richard Hofstadter, ook een heel invloedrijk boek geschreven in de jaren 60, The Paranoid Style in American Politics. Heel invloedrijk ook in het denken in de psychologie over complottheorieën. En hier zie je die andere term terug opduiken. Kunnen wij precies, niet zozeer complotdenkers, maar die extreme politieke posities aan de linker- en de rechterzijde niet typeren als een soort paranoia, pathologische houding, enzovoort enzovoort. De context hier is niet zozeer de Tweede Wereldoorlog, het is al iets later bij Hofstadter. Het gaat over bijvoorbeeld figuren zoals Joseph McCarthy, de heksenjacht op communisten in Amerika, en ook Barry Goldwater, een soort extreem conservatisme dat opkomt en dat uiteindelijk ook tot Reagan enzovoort gaat leiden. Hij gaat dat typeren als een soort bedreiging voor het rationele midden. Zowel Popper als Hofstadter zijn een soort liberale denkers die het rationele midden willen verdedigen tegen extremen aan de linker- en aan de rechterzijde. En het is in die context dat zij precies ook die extremen en complottheorieën die daarmee samenhangen gaan pathologiseren. En ze gaan dat precies zien. Men gaat enkel extreme politieke posities innemen, men gaat enkel complottheorieën innemen als men een soort gesloten denken heeft, een soort fanatieke, dogmatische vorm van denken meegenomen door de emoties enzovoort enzovoort. En dus dat programma van het psychologiseren van de complotdenker, wat vandaag de dag zo evident is,
is ook politiek niet zozeer neutraal. Dat schrijft zich eigenlijk in dat soort liberale agenda dat ook bij Popper en Hofstadter zit. En daarmee is natuurlijk niet gezegd dat die psychologische studies fout zijn, dat zeg ik niet, maar eerder dat ze niet politiek neutraal zijn. Dat er ook, als je kiest voor een psychologische benadering van complotdenkers, er uiteraard iets op het spel staat, politiek gewijs. Dus als we die vraag nog eens opnieuw stellen, wat staat er juist op het spel voor die verschillende benaderingen? En ze zeggen dat niet zomaar. Wel, dan zien we drie verschillende antwoorden. Die epistemologen zeggen wel, kijk, we moeten veel gewilliger staan tegenover complottheorieën, omdat er precies een nood is aan wantrouwen tegenover de staat. Daartegenover dan die psychologie die precies zegt, wel nee, kijk, we moeten complottheorieën net pathologiseren, diagnostiseren, bestrijden, omdat er een gevaar zit van politieke extremen. En vandaag de dag ook weer heel populair, met al die schrik voor alt-right en extremen in de politiek, gaat men heel snel weer terug datzelfde kader overnemen. En natuurlijk ook het derde antwoord dat we al tegengekomen zijn, de sociologie die precies eerder die vraag gaat stellen van wie geeft eigenlijk het recht op spreken over die sociale realiteit. Is dat überhaupt wel een complotdenker of moeten het de sociale wetenschappen zelf niet zijn? Nu, ik heb al gezegd, en daarmee ga ik ook afsluiten, dat ik mijn sympathie bij de derde groep ligt. En als ik dus kleur moet bekennen en mijn eigen politieke inzet ook op tafel zou moeten gooien, zou ik me eerder bij die derde groep ook inschrijven. Dus dat het probleem, de inzet, het vraagstuk van complotdenken zich niet situeert of moeten wij de staat wantrouwen of niet, en ook niet zozeer over het gevaar van politieke extremen, maar precies over die vraag van wie heeft er eigenlijk recht van spreken over sociale realiteit. En dan zou ik willen eindigen precies met een soort pleidooi van we moeten precies misschien weg van het denken over complottheorieën in termen van hetzij de kritische, hetzij de complothouding, in termen van het individu dat kritisch moet nadenken enzovoort. Want zoveel verschillen zijn niet van elkaar. En daartegenover een soort institutionele houding moeten innemen. Institutional stance, zoals ik het zou willen noemen. Nu, wat zou dat inhouden, kort een idee te geven? Zou dat gaan over precies een houding die vertrekt van het idee dat instituten een positieve rol spelen bij die productie van kennis? Of negatiever geformuleerd, een soort gezond wantrouwen tegenover de capaciteit om het eigenlijk als individu te klaren. Maar precies niet het idee hebben van ieder individu moet zelf kritisch en is capabel om zelf kritisch alles in vraag te stellen. Want dat is precies net wat evengoed die complotdenker doet en wat die complotdenker voedt in zijn idee dat hij zich moet, of zij zich moet afzetten tegen die instituten van de wetenschap enzovoort. En hier sluit het dus enigszins wel aan bij wat er vorige week dus ook bij professor Van Dijk is gezegd over die centrale rol van die experts, die instituten die daartussen de wetenschap en de maatschappij zitten. Totdat het geen individu is die die zaak kan klaren, maar een kwestie is van we moeten instituten, praktijken, rituelen creëren die die brug eigenlijk juist kunnen maken. Die met recht kunnen spreken over wat er gaande is in die maatschappij. Eerder dan het individu dat denkt zelf te klaren. Goed, dat was min of meer wat ik wou zeggen. Hopelijk is dat min of meer binnen de tijd gebleven. Vermoed van wel. Bedankt alvast voor de aandacht. Oké, dank u wel, Massimiliano, voor de lezing. Ongetwijfeld zitten er een aantal mensen in het publiek te popelen om een vraag te stellen. De regels zijn als volgt. Dus als je een vraag wilt stellen, schrijf je vraag of Q of V in de chat en dan geef ik je het woord. Als je liever zelf niet je vraag stelt, dan kan je die ook altijd typen in de chat en dan zal ik die voorlezen. Dus als er vragen zijn, laat het mij weten. Ja, we hebben een vraag van Maarten Boudrie. Maarten, ga maar. Hallo. Ik zag dat niemand de spits afbeet, dus ik dacht, ik zal misschien zelf een kleine poging wagen. Dank u, Massimiliano. Dat is heel interessant.
Ik ben daar zelf de laatste tijd mee bezig met complottheorieën. Dus ik behoor misschien wat meer tot de epistemologische strekking, zoals je ze beschreven hebt. Ja, algemeen zou ik kunnen vragen... Ik denk niet dat de strekkingen elkaar echt uitsluiten. Dus ik zie ze misschien als meer complementair als, dan jij ze voorstelt. Maar goed, dat is misschien een te algemene vraag. Eén is dat ik specifiek wil vragen. Ik denk ook dat er redenen zijn om aan te nemen dat er... dieperliggende psychologische verklaringen zijn waarom mensen zich aangetrokken voelen tot complottheorieën wanneer daar geen rationele grond voor is. Ik denk dat dat altijd het vertrekpunt is van psychologen. Impliciet, als iemand iets gelooft op basis van beschikbare evidentie of op basis van rationele argumenten, dan zoeken we meestal ook spontaan niet naar een psychologische verklaring, omdat de psychologische verklaring dan voor de hand ligt. Ik geloof wel dus dat er psychologische neigingen zijn waarom mensen in complotten geloven, zelfs bij gebrek aan evidentie, of zelfs wanneer het tegen evidentie is. En ik wil daar één voorbeeld voor aanhalen, omdat ik me afvraag wat je daarvan denkt. De term complottheorie zelf, die is inderdaad waarschijnlijk van recente makelij, dus ik heb die grafiek daar gezien. Nu, het kan natuurlijk wel zijn dat het fenomeen al veel ouder is en dat de term gewoon de contingente... term die we ervoor bedacht hebben in het Engels, dat die van recente datum is. Nu specifiek vraag ik me af wat je denkt van bijvoorbeeld de zogenaamde complottheorie, tussen aanhalingstekens dan, in de middeleeuwen over de pakweg de pestepidemie. Dus je kent het verhaal dus dat daar heel veel mensen overtuigd waren van het feit dat daar een samenzwering was, dat daar iemand achter zat, dat dat dus niet zomaar iets natuurlijks was. Sommigen zeiden natuurlijk, het is een straf van God of wat dan ook. Er zijn ook mensen die zeggen dat religie in die zin een complottheorie kan, als een complottheorie kan beschouwd worden. Maar dus meer in de gebruikelijke zin van het woord, veel mensen waren ervan overtuigd dat de Joden daarachter zaten. Dus eigenlijk heel gelijkaardig als wat dat de nazi's later deden met de protocollen van de wijze van Zion. Dus de Joden die hadden op een of andere manier die ziekte verspreid en daar waren ook aanwijzingen voor, want zij werden minder ziek. Historici hebben dan de verklaring bedacht van ja, misschien is dat omdat zij andere hygiënemaatregelen hadden, dat ze misschien minder getroffen werden door de crisis. Maar dus, hoewel het begrip complottheorie toen ja, kennelijk niet bestond, zou ik toch geneigd zijn om te denken, ja, het fenomeen bestond wel. En er was blijkbaar al een soort van psychologische neiging die veel verder gaat dan de historische en sociologische verklaring dat je gegeven hebt over de opkomst van de nazistaat enzovoort. Dus ik vraag me af wat je denkt over die oudere complottheorieën, dus niet over echte complotten, zoals de brand van ten tijde van keizer Nero, die waarschijnlijk echt inderdaad een complot was, maar dus complottheorieën die geen rationele grond hebben en die we vandaag ook met ons conceptuele instrumentarium herkennen als complottheorieën. Beetje een lange vraag, maar dus bij deze. Dank Maarten voor de vraag. Over het eerste punt ook kort. Het is inderdaad niet dat ik zeg, het is één of het ander uitkiezen. Het is inderdaad, ze kunnen gerust met elkaar verzoend worden of samen gebruikt worden, hè, de psychologische en epistemologische benadering. Het is eerder dan de vraag van, wat mist de ene benadering dat de andere zou kunnen toevoegen? Dus ik denk dat we daar gerust over eens kunnen zijn. Het tweede punt dan over de pestepidemieën, die inderdaad een bron van dat soort verklaringen vaak waren, dat wij nu typeren als complottheorieën. Maar daar zou het dan het verschil zitten. Het gaat over die vraag van inderdaad, wij zouden dat nu bijna retrospectief terug typeren en labelen als een complottheorie. En ergens inderdaad gebeurt daar iets gelijkaardigs. Van, er wordt iets verklaard aan de hand van intenties van een bepaalde groep, een soort complot enzovoort. Maar het verschil gaat zijn dat daar niet dat soort die negatieve label aan zit, dat wordt niet meteen zelf weggezet als iets irrationeel op dat moment. Dus wij kunnen gerust dat nu afzetten als irrationeel. Maar dan moet je die vraag stellen van waarom zetten wij dat af als irrationeel of als rationeel? En daar denk ik dat het verschil tussen ons beiden zou zitten. Daar zou ik zeggen, ik kan dat soort onderscheid tussen wat wij rationeel irrationeel noemen, wat wij wegzetten als een pathologische vorm enzovoort, niet loszien van die bredere vraag van wat voor soort maatschappij willen zijn, hoe zien wij onszelf enzovoort. En daar is die verschuiving gebeurd. Dus ja, er zijn dingen die worden verklaard aan de hand van een complot, maar ik zou dat geen complottheorieën noemen, omdat complottheorie precies die normatieve lading heeft en die normatieve lading is van veel recentere datum. En daarom is er een gevaar om dat soort retrospectief te herinterpreteren, omdat je dan
eigenlijk de hele geschiedenis herleest als iets dat faalt aan de hand van hedendaagse standaarden. En dat zie ik toch niet zitten. Dank u wel. We kunnen er later nog op doorgaan, maar ik zal nu aan iemand anders de vraag leggen. Zijn er nog vragen? Voorlopig blijft het stil. We hebben een vraag van Steven Verloo. Voor wat betreft een onderscheid tussen de kritische, eigenzinnige wetenschapper als vertegenwoordiger van revolutionaire wetenschap en de complotdenker die wetenschappelijke theorieën aanvalt, is de mate van ingebedheid van de geleverde kritiek in de onder druk komende wetenschap een criterium? Einstein bijvoorbeeld was toch steeds ingebed in de wetenschappelijke wereld van zijn tijd. Is het een eigenschap van complotdenkers dat zij dat niet zijn en eerder dus geneigd zijn tot een tabula rasa en eerder naïeve, weinig verklarende alternatieven te bieden hebben? Oké, interessante vraag. Laat me denken, er zijn verschillende manieren om daar iets op in te gaan. Er is een verschil natuurlijk tussen het effectief ingebed zijn in een bepaalde traditie en het beseffen dat je ingebed bent in een bepaalde traditie. Dat is misschien al een eerste relevant onderscheid. In de zin van Einstein, dat is een open vraag, in welke mate zag Einstein zichzelf inderdaad als het verder zetten van een traditie versus was hij dat ook effectief enzovoort. Ik denk nu in het geval van Einstein inderdaad dat hij dat zelf wel gerust besefte, maar dat Popper misschien in zijn beschrijving van Einstein misschien eenzijdig voor een enkel de breekpunten ziet en niet zozeer de continuïteit. Dus dat het misschien meer gaat over wat Popper over Einstein zegt dan wat Einstein zelf over zich zei. Bij complotdenkers is een beetje hetzelfde verhaal. Natuurlijk, geen enkele complotdenker vertrekt echt van een tabula rasa. Die gebruikt een hele bagage van culturele ideeën, van sociale ideeën, zelfs van allerlei wetenschappelijke theorieën die het toch accepteert ook mee. Dus dat is zeker niet waar. Maar misschien dat je wel iets op het spoor bent in de zin van natuurlijk het verschil is dat dat kritiek binnen die wetenschap binnen bepaalde parameters zit enzovoort. En natuurlijk binnen bepaalde spelregels van het wetenschappelijke spel gaat een bepaalde vorm van kritiek cultiveren. Terwijl een complotdenker natuurlijk ergens een soort kritiek gaat cultiveren in het wilde weg zonder enige restrictie, zonder diezelfde beperkingen. En dan is natuurlijk de vraag van wat is het belangrijkste eigenlijk? Is het de kritiek die het belangrijkste is, omdat dat nu eenmaal het beste in beeld komt en het meeste effecten lijkt te hebben? Of is het niet eerder die sociale inbedding die eigenlijk van tel is? En met andere woorden, de vraag anders gesteld, is wetenschap in de eerste plaats, zoals Popper bijvoorbeeld beschreef, een soort kritische activiteit? Is het de kritiek en het omverwerpen van de traditie dat voornamelijk wetenschap typeert? Of is het net de sociale structuur en de instituten die wetenschap typeert en het onderscheid van complotdenkers? En ik zou geneigd zijn het tweede te antwoorden. Dus in die zin dat er inderdaad daar het verschil zit en dat complotdenkers gerust even kritisch kunnen zijn als wetenschappers, maar dat dat eigenlijk bijna irrelevant is, want de echte waarde, zoals ik ook geëindigd was, zit in die instituten en die structuren en die praktijken waarbinnen dat soort kritische verlangens en kritische praktijken kunnen uitgevoerd worden. Dus in die zin nogmaals, enkel focussen op die kritiek gaat het niet oplossen, omdat daar geen verschil lijkt te zitten. Dat zou ergens mijn antwoord zijn, als ik de vraag natuurlijk in zijn wezen goed begrepen heb. We hebben een andere vraag van Sander van Hekken. Wat zijn volgens u de voornaamste factoren die de populariteit van complottheorieën versterken? En kan je jouw antwoord kaderen binnen het concept van surveillance capitalism? Ik moet een boompje opzetten over Zuboff's surveillance capitalism. Laat ik eerst op het andere deel van die vraag antwoorden. De vraag is, zijn complottheorieën nu populairder dan voorheen? Dat is eigenlijk al een moeilijke vraag. Er is heel moeilijk bewijs voor te vinden, want dan zou je historische data moeten hebben om te gaan vergelijken. Geloofde men vroeger meer in complottheorieën dan nu? Maar er is weinig tot geen bewijs voor. Het weinige bewijs dat er is, lijkt eerder te suggereren dat dat min of meer stabiel blijft.
Nu, tegelijk, het antwoord hangt af van wat je bedoelt met populariteit. Hè. Is dat gewoon koppen tellen? Is het gewoon weten hoeveel mensen iets geloven? Of is het bijvoorbeeld de prominente rol dat een complottheorie heeft binnen het maatschappelijk debat? De aandacht dat het krijgt in de kranten? Of bijvoorbeeld het statuut van degenen die complottheorieën verspreiden? Hè. Zijn dat mensen in jouw lokale café? Of zijn dat politici die ook aan de macht zijn enzovoort? En misschien... Maar nogmaals, het is dus een open vraag of er effectief een toename is. Kan je wel iets zeggen voor dat tweede, namelijk dat er wel een populariteitstoename is in de zin dat het prominenter zou zijn op het publieke debat? Maar dan moet je één, en dat is de laatste voetnoot voordat we tot Zubov komen, ook afvragen, is er dan een reële toename van populariteit? Of is het niet precies gewoon bijna een statistisch artefact gecreëerd door Twitter en door de media zelf, die voornamelijk schrik heeft voor complottheorieën, eerder dan er effectief complottheorieën toenemen. Het is meer de schrik die toeneemt dan de complottheorieën zelf. Los daarvan, als we aannemen dat er toename is, dan kan je dat inderdaad linken met Zubov haar surveillancekapitalisme. Dus dat verwijst kort gezegd naar het idee dat er een soort nieuwe vorm, nieuw businessmodel zou je kunnen noemen, bij sociale media enzovoort aan de gang is, Facebook, Google enzovoort, hebben een link met complottheorieën, omdat zij die voornamelijk verspreiden. Nu, waarom verspreiden zij zich? Zij die precies omwille van dat businessmodel. Dus volgens Zubov typeren die bedrijven zich door een... Ja, wij zijn niet de consumenten, wij zijn niet de klanten van Facebook. Wij gebruiken dat gratis, de echte klanten zijn die bedrijven. Hetgeen wat ze van ons nodig hebben, zijn datapunten. We moeten op dingen klikken, dingen liken enzovoort. En liefst zoveel mogelijk. En daar komen complottheorieën dan... Dus die bedrijven zijn onverschillig op wat wij liken, wat er op onze Facebook-feed enzovoort tevoorschijn komt. Maar ze zijn natuurlijk wel geïnteresseerd in de hoeveelheid van kliks. En controversiële, extreme posities, zoals complottheorieën, veroorzaken nu eenmaal meer reacties, meer emoties, meer kliks. Dus er is een soort interne logica van die algoritmes van Facebook en Google enzovoort. Niet omwille van de technologie zelf, maar omwille van het onderliggende businessmodel. Ze hebben die datapunten nodig, dus is er een soort neiging om extreme politieke posities te verspreiden. Zo zou ik de link tussen Zubov en complottheorieën typeren. Bedankt voor die vraag. Oké, dan hebben we een vraag van Jana de Koker. Jana? Dag Massimiliano. Mijn vraag... is nog niet echt een vraag, maar eerder... wacht er. Ja, dus je spreekt over complottheorieën alsof dat een soort van duidelijk beest is in de maatschappij of zo, waarvan we het bestaan moeten verklaren of waarvan we moeten nadenken hoe we moeten omgaan. Maar ik denk het meeste dat ik daar zelf mee in aanraking kom, zijn heel vage grensgevallen. Bijvoorbeeld zo theorieën over of ideeën over... als er een bepaalde technologie ontwikkeld wordt, dat misschien eenmaal dat die er is, dat er dan plots dat politiekers er slechte dingen mee kunnen gaan doen, of dat er dan samenwerkingen zijn tussen technologiebedrijven. Ik wil allemaal van dat soort dingen. En als er daar dan wantrouwen wordt over geuit, op bijvoorbeeld sociale media of in andere media, dat je dan direct een complottheorie-denker zij, of dat er daar een soort van strijd gaat over of het wel of niet een complottheorie is. Dus ik denk, ik weet niet, ik voel ergens zo een beetje ongenoegen of dat er alsof dat zo iedereen die complottheorieën aan het verklaren is, alsof die heel duidelijk weten wat dat is, terwijl ik zelf het gevoel heb dat de meeste van de complottheorieën waar dat er dan iets van te doen is, of dat zo wat grensgevallen zijn. Of dat, ja, ik weet niet, het is niet echt een duidelijke vraag, maar ja... Ja, dank je, Anna. Het is, ik snap je punten wel. Nu dwing je mij ergens met de auto op allerlei punten waar ik niet per se een uitspraak over had willen doen. Namelijk inderdaad, bestaan er überhaupt complottheorieën? In de zin van, is dat een ding in de werkelijkheid dat echt bestaat zoals er paarden en tafels bestaan? Of is dat eerder een sociale constructie of iets van die aard? Ja, of misschien niet zo ingewikkeld, maar gewoon al het feit dat waarschijnlijk bijna niemand van zichzelf zegt dat hij een complotdenker is... is er toch ook een soort wie beslist er wanneer dat er iets een complottheorie is. En dan eigenlijk bijna veel specifieker in bijvoorbeeld die boeken of zo die je aanhaalt, of die denkers die dan over complottheorieën schrijven. Zijn dat eigenlijk maatschappelijk aanvaarde theorieën die dan complottheorieën worden genoemd?
Ja, nu, ik denk ergens, ik ben nog wel geneigd, zeker gegeven mijn insteek, te zeggen dat er, filosofisch zou ik zeggen, ik ben nominalist omtrent complottheorieën. Er bestaat niet zoiets als een soort van complottheorieën die echt gegeven is. Wat bedoel ik daarmee? Wat je eerder krijgt, is dat je vanuit de maatschappij een bepaalde poging hebt, juridisch desnoods, maar in dit geval niet echt, om dat een afbakening te geven. Het is een beetje naar analogie van deviant gedrag. Bestaat er zoiets als een diefstal? Wat is een diefstal überhaupt? Wel, ergens zijn er altijd grensgevallen, is altijd onduidelijk, maar er zijn natuurlijk pogingen vanuit die maatschappij om daar een omkadering aan te geven. In het geval van diefstal vrij duidelijk, door daar juridisch een omkadering aan te geven, maar bij complottheorieën is dat niet zo mooi afgebakend, maar desondanks zijn er wel, en daarin zit de realiteit, zijn er wel vanuit... vanuit de politiek, vanuit beleidsmakers, vanuit die academici, een soort poging om, daar om dat concept te creëren en af te baken. Dat wil niet zeggen dat dat in de realiteit ook zo moet zijn. Er zijn altijd grensgevallen, dat is oké, zoals bij al die andere sociale deviante gedragingen die evengoed gepoogd worden om omlijnd te worden. Er zijn allerlei vreemde gedragingen waar ook labels over bestaan, die in de kranten worden besproken enzovoort, zonder dat daar een duidelijke grens is. Maar er zit dus toch een realiteit aan, zou ik zeggen. En dat is de enige realiteit die ergens nodig is. Dus dat er grensgevallen zijn, is eigenlijk bijna irrelevant. Het is een beetje zoals een man-vrouw onderscheid. Natuurlijk is dat niet in de realiteit zo duidelijk afgebakend. Maar de maatschappij probeert daar steeds opnieuw een soort grip op te krijgen. En dat grijpen naar de realiteit, dat is reëel. En daarin zit... dat begrip wat ik een beetje aan het uitkaarten ben. Dus inderdaad, niet op te vatten als iets gewoon dat je kunt op straat op zich tegenkomen. Daarom, het pikt een beetje in op de eerste vraag bij Maarten ook, maar misschien nu radicaler op uit, van ergens vanuit dit perspectief is het volledig onzinnig om te zeggen dat die opvattingen over de pest, dat dat een complot was, een complottheorie noemen. Precies omdat je dat hele sociale gebeuren daar rond niet had toen. Enkel vandaag de dag, en dat wij dan een soort anachronistisch retrospectief terugprojecteren. Nu, die woordenbrei van mijn kant, ik weet niet of dat ook ergens een antwoord was op die vraag. Ja. Of het zo duidelijk was. Ja, dank u wel. Oké, we hebben een vraag van Wannes Braams. Wannes? Ja, dank u wel. Goedenavond. Ik zou ook nog graag iets vragen naar aanleiding van de vraag van professor Boudry over die historische complottheorieën. Aangezien dat u zei dat er toch wel zo wat de neiging is om een beetje weg te sturen van die meer pathologie, die het stigmatiseren van complotdenkers. Denkt u juist niet daarom dat er meer ruimte is om... richting onderzoek te gaan van historische complottheorieën? Nu, de vraag is voornamelijk, als je historisch onderzoek wilt doen over een complottheorie, er is een reden waarom mensen dat doen. Uiteraard kun je zeggen, omdat ik dat interessant vind, maar dan krijg je geen geld van het FVO en weet ik veel wat. Er moet een reden zijn waarom je zegt, ik vind het relevant om historisch die complottheorieën te gaan onderzoeken. En het is daar ergens, denk ik, dat het de relevante vraag komt. Ergens moet je dan precies een argument maken. Door terug te kijken naar die historische voorbeelden, kunnen we iets leren over hoe het vandaag zit, of hoe het altijd zal zitten, enzovoort enzoverder. En dan zie je dat daar ergens de inzet van dat onderzoek komt. En... op een bepaalde manier hangt het af van wat jouw doelstellingen zijn, wat de zin en de onzin is van dat historisch onderzoek. De manier waarop ik erover gesproken heb, maar goed, dat is ook niet volledig neutraal op dat vlak, is natuurlijk, als je die periode zelf wilt begrijpen, zoals die toen werd ervaren en weet ik veel wat, dan stel ik mijn vraagtekens bij de mate waarin het de concept van complottheorie echt zinvol is. Tenzij je het echt inderdaad heel... strikt defineert, psychologisch voor bepaalde mechanismes, maar dan komt de vraag natuurlijk op van, dan interesseert die historische periode jou wellicht niet, maar dan interesseert een soort universele claim over altijd de mens
enzovoort. Ja, en dan gaat het dus niet over die historische periode. Dus er is een soort spanning tussen dat programma en die historische interesse. En naar gelang jouw voorkeur daar lijkt het toch het een of het ander te worden. We hebben een vraag ook van Egon Bouwling. Egon? Ja, dank u. Ja, een beetje een vraag die daarbij aansluit. Zowel uw lezing als die van Maarten van Dijk van vorige week betreden een beetje het terrein van de sociologie van de kennis, denk ik. En ik vroeg mij af hoe je u als filosoof tot dat veld verhoudt. En of je denkt dat je specifiek vanuit jouw filosofische achtergrond daar een beetje een verschil kan maken, of niet? Ja. Grote vraag. Nu, ik kan beginnen met dit en ik zal zien waar ik kom. Persoonlijk kan hier ook, ik wil hier gerust kleur bekennen. Ik heb ook een achtergrond in, deels in sociologie, ben ik gerust grote fan van de sociologische benadering van kennis. Maar met oog, en daarin zit misschien het verschil dan, hè, wel, wat zijn precies de vragen die men wilt stellen? Hè? Wat wil men te weten komen met dat onderzoek? En dan is, als jouw interesse is van hoe hebben bepaalde groepen historisch nagedacht over kennis en wat ze als kennis en niet als kennis zagen enzovoort, wel, dan is die sociologische benadering uiteraard zeer handig in die historische benadering. Een typisch daar, een aantal filosofen gaan daar dan in tegen in verzetten, die willen niet gewoon weten hoe mensen op dat moment over kennis nadachten, maar wat kennis echt is altijd, los van concrete sociale omstandigheden enzovoort. Nu dan, daar tegen, wel, ik, waar ik mij situeer, is ergens een beetje tussenin, in de zin dat ik niet geloof dat het een zinvol project is om kennis los van mensen en maatschappij in te vullen. Lijkt me een vrij zinloze omgeving, onderneming. Dus ik denk dat het ergens altijd wel een sociale en historische luik heeft. Zowel bij complottheorieën als bij kennis, ware kennis. Dus ik ben een symmetriedenker, ik wil daar gerust voor uitkomen. Maar ik denk gerust dat, maar dan wordt het misschien te technisch, dat de klassieke invulling van die sociologie van kennis misschien nog te zeer met impliciet nog een aantal filosofische assumpties heeft over het verschil tussen maatschappij en natuur enzovoort, die een aantal filosofen op interessantere wijze invullen. Ik denk dan aan Bruno Latour bijvoorbeeld. Ik denk precies dat die veel minder, veel interessanter op dat vlak is, veel minder het gevaar loopt van relativist te zijn dan ouderen sociologen zoals David Bloor of Barry Barnton, Chapin enzovoort enzovoort. Dus ik denk ergens, ik heb geen enkel probleem met mezelf socioloog te noemen. Ik vind het onderscheid sociologie-filosofie niet zo relevant op dit vlak. Maar ik zou dan vanuit bepaalde filosofische punten wel correcties, maar echt abstracte, bijna filosofische correcties invoeren op wat die sociologen aan het doen zijn. Zo zou ik mij situeren. Oké, dank u. We hebben nog ruimte voor een laatste vraag. Misschien ga ik dan de ruimte innemen, want ik heb ook nog een vraag van Smiliano. Namelijk, wat is nu eigenlijk volgens jou het probleem met complottheorie? Wat vind jij er problematisch aan? Waarom zouden we ze überhaupt moeten bestrijden? Goed, bij mij is het altijd het dilemma, moet ik daar genuanceerd op antwoorden of gewoon provocatie? Nu de tijd is bijna op. Laat ik licht provocerend zijn. En de eerste vraag die ik me altijd afstel inderdaad is, zijn complottheorieën überhaupt een probleem? Ik ben eigenlijk, verrassend genoeg, misschien geneigd om te zeggen van eigenlijk zijn ze geen probleem. In de zin, de meeste complottheorieën zijn eigenlijk onschuldig en zijn het misschien niet waard om bestreden te worden. De kost is misschien zelfs te groot of het gaat niet, het lukt niet. Zelfs als je bijvoorbeeld, je hoeft daar geen socioloog voor te zijn,
Dat kan gerust ook vanuit dat psychologisch oogpunt zijn. Hè? Want mensen hebben nu eenmaal die neigingen. Waarom zouden we die moeten corrigeren, bestrijden? Wat is dan wel het problematische, het probleem met complottheorieën? Ik zou ze precies eerder typeren als een symptoom van een aantal andere problemen. Of zij worden problematisch als symptoom. Dat wil zeggen, voor zover er een toename zou zijn over van complottheorieën, ligt natuurlijk het probleem niet zozeer in die complottheorieën, maar in die oorzaak van die complottheorieën. En dan lijkt, voor zover dus er nu een probleem te zijn, precies daar rond die instituten, die vragen daar rond, van wie heeft het recht van spreken over wat die sociale realiteit is, enzovoort. En tot dat momenteel ergens aan het verschuiven is, onder meer door dat surveillance capitalism, daar kan je die term nog tegenaan smijten, tot daar ergens het probleem ligt. Hè. Dus tot op bepaalde klassieke instituten, bepaalde poortwachters die bepaalden welke kennis en hoe die werd verspreid, dat die ergens in hun grondvesten aan het taveren zijn en aan het verschuiven. Voor zover dat aan het gebeuren is, is er een probleem dat zich deels uit in de vorm van complottheorie. Maar ik denk dus het bestrijden van complottheorieën is op dat vlak, en als je echt gewoon op de complottheorieën focust, ook gewoon een symptoombestrijding. Misschien soms nodig, want uiteraard zijn er gevallen waar complottheorieën ook gevaren met zich meebrengen, geweld met zich meebrengen. Maar natuurlijk kan dat niet het enige zijn. Hè. Dat kan niet losstaan van een breder politiek programma van het herdenken of het herstellen van die poortwachters. Zo rond bijvoorbeeld sociale media vandaag de dag, of rond wetenschap, rond experts, zoals we vorige week gezien hebben. Dat soort vragen. Oké, dank u wel, Massimiliano. Ook heel erg bedankt voor de lezing. We kunnen geen live applaus geven, helaas. Dus heel erg bedankt voor de lezing. Deze lezingreeks gaat door volgende week opnieuw. Dan ben ik aan de beurt met een lezing over positivisme, weten zonder waarheid. Jullie zijn daar allemaal ook op uitgenodigd. Dus we hopen jullie allemaal terug te zien volgende week. En nogmaals bedankt, Massimiliano, voor jouw uiteenzetting. Bedankt om te luisteren, uiteraard. Tot volgende week, hopelijk. Ik zal erbij zijn, althans. Ik ook.